Hallo en van harte welkom bij een nieuwe video in de playlist Uitleg en Berekeningen. Vandaag gaan we het hebben over de weerstand van de geleider en dan met name met het spanningsverlies, het maximale spanningsverlies. Het is een vraag van een student en hij vroeg mij om dit even voor jullie uit te rekenen. Dus dat gaan we doen. Wat we eerst gaan doen is deze tekst omzetten in een tekening. Dat werkt voor mij eigenlijk altijd wel prettig en ik denk voor de meeste van jullie ook wel. Het is een tweeaderige kabel en die is 60 meter lang. Dus ik zet het zo even neer. Ik pak even een andere pen, vind ik prettiger voor de video denk ik. Zo. Eigenlijk moet ik die hier zo neerzetten. Dit is het idee. Hij is 60 meter lang, de kabel. 60 meter lang en de voedingsspanning bedraagt... U is 230 volt. En wat hebben we verder nog? De soortelijke weerstand van de geleider. SW, soortelijke weerstand, Rho wordt het ook wel genoemd. Is 0,02 maal 10 tot de macht min 6 ohm meter. Dat is nog een gegeven. Wat hebben we verder nog? Oh ja, het toegestaande spanningsverlies is 5% bij de kabel. Dus maximaal mag er 5% spanningsverlies optreden in de kabel. Nou, spanningsverlies, belangrijk om te weten natuurlijk. En verder loopt er een stroom van 8 ampère. Dus de uiteindelijke belasting hier maakt een stroom van 8 ampère. Hoe gaan we dat doen? Nou, het eerste wat je moet weten is eigenlijk van dat spanningsverlies van 5%. Hoeveel voltage is dat? Nou, dat gaan we doen met de volgende berekening. Dus we nemen die 230 volt en dat deel ik door 100 om er eigenlijk 1% van te maken. Dat is, ik zou kunnen zeggen, door 100% keer 5%, want dat is het maximale spanningsverlies wat we mogen hebben. Komen we op 2,3 maal 5. En dat reken ik even uit. 2,3 maal 5. En dan zitten we op 11,5 volt. Ja, dus dat is de maximale hoeveelheid spanning wat je mag verliezen in de kabel. Nou, voor de tekening heb ik het even zo neergezet als een weerstandje. Maar dit weerstandje eigenlijk hier moet je zien als de totale weerstand in de geleider. Maar voor de tekening is dat even makkelijker. Dan zetten we dan de... spanning overheen. Dus dit, is de, dit staat voor de spanning van de totale geleider. En die zit dan op 11,5 volt. Nou, we zien ook dat daar een stroom doorheen gaat van 8 ampère. Dus dan kunnen we ook de totale weerstand uitrekenen van de geleider. Nou, dat doen we natuurlijk met de formule U is I keer R. I maal R. En die zetten we om. R is U gedeeld door I. Oftewel, wat was hij? 11,5 delen door 8 ampère. Volt delen door 8 ampère. 11,5 delen door 8 ampère. En dan zit ik op 1,4375 ohm. Ja, wel alles even meenemen, want voor de juiste berekening, hè, is dat belangrijk. Oké, 1,4375 ohm. Dat is dus de weerstand in het totale geleider. Maar het gaat ons om bepaalde benodigde genormaliseerde aderdoorsneden van de kabel. Oké, nou, laten we dan eerst maar eens even gaan kijken van welke formule we dat we daarvoor gaan gebruiken. En dat doen we met de formule R. Is de lengte, dus de totale lengte, keer de soortelijke weerstand, hè, dus het materiaal van de geleider, delen door de doorsnede oppervlakte van de geleider. Nou, het gaat ons nu om die oppervlakte. In mijn vorige video heb ik trouwens ook een video gemaakt over hoe je dit soort formules omzet. Dus dat doe ik hier dus R keer A. Is lengte keer soortelijke weerstand. Dus ik haal die A eerst hier weg onder het deelteken. Dan krijg ik op deze manier de formule. Nou, het ging ons om de doorsnede, ja, oppervlakte. Dus A is dan lengte keer soortelijke weerstand. Delen door de totale weerstand van de geleider. Nou, nu moet je oppassen.
Want we hadden hier 60 meter staan. Hè? En als je hier goed kijkt, zou je naar de dingen. Dat was een tweeaderige kabel. Oftewel, dan gaat de geleider aan die kant heen. Ja, dus laten we zeggen de fase. En de nul gaat hier terug. Dus het is dus beide 60 meter. Oftewel, de totale lengte is 120 meter. Ja, let daarmee op. Nou, gaan we doen. Dus 120 keer, wat was het? 0,02 maal 10 tot de macht min 6. Hè. Delen door. En dan was hij 1,4375. Nou, wiskundig trucje. Ik laat die maal 10 tot de macht min 6 hier gewoon even staan. Dus wat ik eigenlijk doe is, ik doe die 120 keer 0,02. Ja, en die deel ik door die 1,4375. Want in principe staat hier gewoon een hele lange deelstreep. Dus dat mag. Dus wat ik dan doe is, dus die 120 keer 0,02. 2,4. Delen door 1,4375. Is, nou dan krijg je een of ander wazig getal. Maar die rond ik even af op 1,669 is het, dus hier rond ik af op 1,7. Maar dan moet ik nu wel even die maal 10 tot de macht min 6 vierkante meter. Ja, belangrijk, die vierkante meter, dat komt ook hier weg, hè, uit die ohmmeter. En omdat je hier met meters werkt, ja, en hier ook met ohms. 1,67 maal 10 tot de macht min 6 vierkante meter. Als we dat omzetten, dan staat hier 1,67 maal, nou die maal dan niet, hè. Dat is het dan vierkante millimeter. Ik ga 6 stappen naar beneden. Ja, 1,67 vierkante millimeter. Dat is de aderdoorsnede zoals we uitrekenen bij dat maximale spanningsverlies van 5%. Nu staat hier in de vraag van, let op, de genormaliseerde aderdoorsnede. Dus dat gaat om dus de doorsnedes die je in handelsmaten kunt kopen. Nou, zo even uit mijn hoofd. Volgens mij begint dat iets bij 0,5 en dan 0,75. En dacht ik, millimeter hebben we het dan over. Hè? 1 millimeter en dan dacht ik 1,5 en dan 2,5 en dan 4. En zo gaat het nog wel een tijdje door. Wij hadden hier 1,67. En het dichtstbijzijnde die daar hoger ligt natuurlijk. Hè? Want zou je die lagere liggen, dan zou je nog meer spanningsverlies krijgen. Nee, het gaat ons om de hogere. Dus dan is dit het juiste antwoord. 2,5 vierkante millimeter. Dat is de doorsnede die wij gebruiken in deze berekening. Ja. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk was. Dus je zit best wel veel in. Spanningsverlies, moet je weten hoe je dat neerzet. Let op het aantal meters. En dit is dan antwoord C. Let op het aantal meters. En ook moet je een beetje kennis hebben van de wares die in de handel verkrijgbaar zijn. Ik hoop dat het duidelijk was, deze video. En nou, doe je voordeel mee. Tot een andere video. Bedankt voor je aandacht. En tot een andere keer.